hier gingen zitten, werd ik wel een beetje zenuwachtig, omdat de films die worden vertoond kwalitatief gewoon heel goed zijn. En dan merk je toch wel dat het een beetje competitie is. Ik heb nu hier twee films draaien en dat is best wel bijzonder als ik weet hoeveel er eigenlijk worden ingezonden en hoeveel er eigenlijk worden geselecteerd. Dus ik vind het best wel een eer dat ik hier mag staan. Ik vind dat JACFA zich onderscheidt ten opzichte van andere festivals die we hebben meegemaakt, dat het iets persoonlijker op de maker is. Het is zo'n unieke kans om het op het grote doek echt te zien en te vertonen aan het grote publiek. En is JACFA echt een leuk festival om goed in contact te komen met professionals en met andere makers. Ik merk dat iets meer rust is en er wordt echt even aandacht per film genomen. Dat is niet altijd zo. Ik heb net 9 ontzettend gevarieerde films gezien. De diversiteit is leuk, maar dat maakt het ook moeilijk beoordelen. Bij de een was het camerawerk heel sterk, bij de andere was de montage heel bijzonder. En dan probeer je toch terug te vallen op objectieve criteria van is het verhaal goed verteld, begrijp je het? Maar nog belangrijker, raakt het je? Dat is belangrijk, films maken die mensen raken. Ik vind het ook heel leuk om te zien dat mensen uit heel Nederland, dus dat het niet aan de regio gebonden is, maar dat heel Nederland het weet te vinden. Ik denk dat het voor hun niet alleen maar nuttig is, maar ook gewoon fantastisch. Dus het initiatief is super welkom. Voor mij mag er elke maand een JACFA zijn. Ik zal volgend jaar niet als jurylid zijn, maar misschien kom ik op bezoek.